Yes, nieuwe dag. Ja, we hebben even nieuwe plannetjes gedaan. En dan is dus Carthage bezoeken. En daarna naar Sidi Bou Said. We zijn momenteel op busje. We zijn onderweg. De eerste bestemming. Ja, natuurlijk zijn er dingen zijn eigenlijk maar. Juist met de loop van de GoPro. Dat is even een keer gediend tot heel terug. Ach ja. Normally the second is called and by the exam of baccalaureate. Yes, I'm coming in Carthage. So please, a horrible step on the floor, just watch her, please. En Carthage. Yes. Dus zoals je ziet zitten we nu in Carthage. Hier werden allemaal leeuwen opgeslagen, mensen dood en dergelijke. Dus, en er zijn hier wespen. Zwat, ik kijk naar binnen. Dus hier was een kot van de leeuwen. Er zijn massa's mensen vermoord, dus echt fameuze mensen. En hier werden meestal maagden gesmeten tot mensen die iets misdeden. Tot ja, van alles ook wat. Dus nu gaan we kruipen in het hol van de leeuw. Beestjes! Beestjes! De beesten zijn weg. Het is echt super donker. Sorry, moest je mij niet zo nacht zien. Maar ja, hier hebben dus ook leeuwen gezeten. Even terug naar licht. Op naar de volgende bestemming. Dus dat was dus het Longitheater Romein. Het Romeinse Longitheater dus. Nu gaan we over naar het volgende bestemmingsje. Oké, we zijn dus aangekomen waar we moesten zijn. En ja, het is echt prachtig hier. Even wachten. Even wachten. Bij zomer zijn. Kijk deze adembenemend uitzicht. En overal waar je in Tunesië komt. Je beestjes tegen. Ja, poes. Nee. Daar schat. Daar schat. Tada. Yes. Daar zijn we nu ook weer door. Ah. Supermooie streek. Supermooi museumpje. Eigenlijk een soort van museum. Maar ja, wij gaan richting terug naar de bus voor de volgende ding. Voor het volgende ding om te doen. Zwat, terug naar de bus. Momenteel staan we aan de paden van Antonian. De Antonian, de term de Dontian of de Antonian Bats. So each one of them can have an address. I mean, I live in Cardo number 16, cross the Kimonos. Number 10, so 16 from here, 10 from there, and that's like the address. That's what they do now in USA, which is copied from the Roman, while urbanism, of course. Dark Carthaginians used to believe in a second life after death. When somebody dies, you know, they are composed of underground, floor, see there, water reservoirs, heating system, and store of food, whatever. Nu zijn we lopen door de baden van Sint-Antoinus. Tamelijk mooi.
Je dus dan zie je dat hij echt al jaren ziet, jaren niet, of whatsoever. Maar jullie zwembaden en sauna's en toiletten en ja, alles voor de Romeinen te entertainen, zeg maar. So I said that number 15, which is going to be on the left hand side, that was the house where famous Claudio Cardinale was born. It is just on this house on the left, number 15, you can see it on the left. Pizza. Dit is het ervan. Super koud. Koude rest. Koude kiep. Ja, het hoekje zat sowieso koud. Niet zo als gisteren. En nu zitten we dus in de Sidi Bou Said. Echt prachtig. Mooi. We gaan een kleine stoep binnen. Look, madam. Adam? Hi. Madam. Hi, I'm here. Good price. The blue, yellow, madam. Madam. I'm here, I say, come on. All the colors. Look, these very fucking styles. Komen we op een tablet terug. Mijn creamy heeft thuis vergeten. Jammer. Ja, we kunnen nog meer naar boven. En we zijn tot boven geraakt. Het huis is fucking super weer mooi. Zwaar de moeite om rond te lopen. Super mooi. Dus ik raad Sidi Bou Said zeker wel staan om een keer te komen kijken. Ik moet wel een klein beetje klimmen om er te raken, maar ja, dat is juist voor over. Ah. Super mooi is dat. We hebben nu vrije tijd gekregen. Wat we nu op een keer gaan doen, is gaan halen voor te drinken, want het is echt poken warm. Tot daar. Ik heb al even op de kaart gezet. Twee colaatjes. En dan als ik op iets gaan halen. Sidi Bou Said zullen we heel goed meegevallen. Heel leerrijk, heel plezant, heel leuk om te zien. Juist was er daar zo'n ene verkoper bij, dat schijtendirectant was. Echt super arrogant en dan moeten we hem al niet afkomen. Meestal arrogant te doen en zo. Dus. Maar ja, goed. We willen gaan eten en we willen zien nu bij de zaalshow straks. De pietjes, ketchup, harissa, kipje en beef. Dus yummy. Lekker gegeten. Even omkleden, een beetje proper maken en dan gaan we naar de avondshow. So ladies and gentlemen, tonight your animation team is going to present for you our recent election. Bonsoir, buonasera, good evening, good afternoon. Buonasera. Buonasera, come ti chiama? Giulia. Giulia, Giulia di? Natalie, Austria, Austria, come on.
alweer een nieuwe dag gepasseerd. Was wel leuk. Nu kruipen we naar een actief dagje, een keer terug ons bedden in. En we zien jullie terug morgen vroeg bij een nieuwe dag. Slaap wel.